Ik denk na het woord dat we gehoord hebben, dat het misschien wel interessant is om het eens uit de praktijk te horen. En daarom zou ik graag het woord geven aan iemand in onze gemeente, iemand die ook in het koor zit, Gayen Barbier, die uit haar eigen leven een verhaal vertelt hoe dat geloven anders kan en een impact heeft. Gayen. Dank je, Koen. Goedenavond. Misschien voor ik begin, jullie kunnen misschien denken, want er is iets vreemd met dat meisje, dat is ook zo. Ik zit met een oogontsteking, dus als ik er een beetje gek uitzie, ligt dat daaraan. Ik had gehoopt, door half zo goed te zien, dat ik ook minder zenuwachtig zou zijn, dat ik ongeveer half zo zenuwachtig zou zijn, maar helaas is dat ook niet zo. Ik was wel heel enthousiast dat ik vanavond iets kon vertellen uit mijn leven met God aan jullie. Ik heb nu de kans om iets te vertellen over die fantastische God die ik al heel mijn leven mag kennen. Het is namelijk zo, ik ben nu 26 en ik ben als het ware opgegroeid in deze kerk. Ik ben met mijn ouders hier terechtgekomen en ik heb God zo ook leren kennen. Ondanks dat ik enthousiast was, had ik toch een probleem toen ik deze avond aan het voorbereiden was. Ik wist niet zo meteen waar ik het moest over hebben. Ik was op zoek naar een of ander wonderverhaal, zodanig dat ik jullie echt van jullie sokken zou kunnen blazen en jullie zou kunnen overtuigen van hoe groot onze God is. Maar ik heb niet echt zoiets heel spectaculair meegemaakt in mijn leven. Ik heb even overwogen om de dingen wat aan te dikken, maar ja, ik ben christen, dus liegen mag ook niet, dus dat heb ik dan ook maar zo gelaten. Het zit zo, de meeste mensen in onze kerk, die hebben minstens één spectaculaire gebeurtenis waar ze over kunnen vertellen. De meeste mensen hebben één duidelijk moment meegemaakt waarop ze God en Jezus in hun leven hebben uitgenodigd, waarop ze beleden hebben dat Jezus gestorven is en hun schuld heeft weggenomen en waarop God hun leven ook volledig veranderd heeft. Maar ja, bij mij is dat allemaal geleidelijk aan gebeurd, dus ja, over die gebeurtenis vertellen is voor mij ook geen optie. Maar toen dacht ik, we zijn hier in een katholieke kerk, laat ik gewoon beginnen bij het begin. Wat is het eerste wat je als mens, als je geboren wordt in een katholiek gezin, wat is het eerste dat je meemaakt in de katholieke kerk? Iemand? Geen goede katholieken onder ons? Doopsel, inderdaad. In de katholieke kerk is het de gewoonte dat je als baby gedoopt wordt. Nu, ik ben als baby nooit gedoopt. Dat komt omdat als je de Bijbel erop gaat nalezen, dan is de doop een bewuste keuze en het uiterlijk bewijs van die bewuste keuze voor God. En omdat het als baby nogal lastig is om bewuste keuzes te maken, was ik als baby ook niet gedoopt. Ik heb die beslissing genomen toen ik 10 jaar was. En alhoewel ik maar 10 was, kon mijn keuze absoluut niet bewuster zijn. Ik was er 100% van overtuigd dat ik mijn hele leven aan Jezus wou toevertrouwen. En het grappige is dat God die keuze bevestigd heeft nog voor ik ze had uitgevoerd. Het was precies een maand voor ik mij zou laten dopen, 7 februari 1999. En God was op die moment op een heel speciale manier aanwezig in onze kerkdienst. Dat klinkt misschien een beetje vreemd voor sommigen van jullie, maar ja, wij geloven in een God die echt leeft. En dus ook in een God die aanwezig in ons midden, ook vandaag. Ik heb ook een band met God. Ik praat met hem zoals ik nu met jullie aan het praten ben. En ja, ik wou dat jullie allemaal die ervaring van de aanwezigheid van God, dat jullie dat allemaal kenden, want dat is onbeschrijfelijk. Ik was aan het wenen van blijdschap. Ik had een enorme vrede over mij. En het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Het was voor mij het begin van een hechte relatie met God. Het was mijn eerste keuze voor God. En in de jaren die daarop volgden, heb ik altijd weer keuzes gemaakt in het dagelijks leven in het voordeel van God. En dat betekende soms ook dat ik moest ingaan tegen de gangbare opvattingen, wat zeker als tiener niet altijd gemakkelijk is. Maar eigenlijk is het zoals in een relatie. Je maakt elke dag kleine keuzes en die zorgen ervoor dat je elkaar vertrouwt en dat vertrouwen groeit en altijd maar groter wordt. En zo is mijn relatie met God ook steeds groter geworden. Wat ik jullie vandaag wil zeggen is het volgende. Ik ben hier gekomen en ik heb God leren kennen via mijn ouders. Maar
het is door geloof dat zich uit in de dagelijkse keuzes die ik maak voor God, dat ik God niet heb leren kennen als de God van de Bijbel, maar als een persoonlijke God in mijn leven. En wat mij daarbij is opgevallen, is dat als 10-jarige begreep ik lang niet alles van God. En tussen ons gezegd en gezwegen, nog altijd niet. Maar God heeft mij toch gevraagd om als 10-jarige al een keuze te maken. God is een God van uitdaging. En dat is vandaag met jullie net hetzelfde. Misschien begrijp je niet alles van wat hier vanavond gezegd is. En dat is ook logisch. Maar God daagt jullie wel allemaal uit om een standpunt, om een keuze in te nemen over de dingen die je wel begrijpt vanavond. Jullie hebben daar net al de kans gehad tijdens de prediking. En het enige wat ik jullie wil vertellen is dat mijn ervaring mij leert dat God altijd reageert op een keuze die je maakt. Ik wens je daarom God zegen, niet nog van deze avond. En tot de volgende keer.